het op één plek. Verkoeling zoeken in Sterrenburg was gisteren wat moeilijker, want de stroom deed het niet. Dus de ventilators en airco's ook niet. Hoe overleeft u een stroomstoring in deze hitte? In deze hitte? Alles wat koel staat, dat zou ik toch proberen ergens anders heen te krijgen. Want anders dan wordt alles bedorven. Oh, ik denk allereerst een koude douche nemen. Bij deze hitte? Oh, dat wordt lastig, want dan doet mijn ventilator het niet meer. Ik denk dan maar gewoon alles wat ik nog in de vriezer heb eruit halen. Want ja, dat gaat toch ontdooien en dan maar lekker koel ertussen gaan zitten. Rustig houden. En een pintje drinken, dat werkt de beste, denk ik. En hoe gaat u zelf verkoeling zoeken? Nou, ik denk dat ik maar even ergens aan het water of zo ga zitten, want er is hier niet veel in de buurt. Stroomstoring, wat doen we met deze hitte? Duiken we bij het zwembad bij Van der Valk op 14 hoog het zwembad in. Een waaiertje pakken. Ja. Zo op die manier het hoofd koel houden. Op zich goed tegen de hitte, dus we hebben er geen problemen mee. Ik heb ook niks onder de koude kraan. Ja, veel naar het water. Ja, ja. En als het nou s'avonds gebeurt? Heel veel water drinken. Ja. En een geboortegolf of zo? Ja, bij ons niet meer, denk ik. Nee, daar zit er niet meer in. Nee? Nee. En bij mij ook niet. Bij mij ook niet meer. Maak aan mijn dochter over. Ik denk heel rustig zijn. Ja, onder de douche gaan. Wat kan je nog meer verzinnen? Koelkast leeg eten? Nee, zeker niet. Nee. Dat kost alleen maar energie. Ja, dan moeten we het maar doen zoals het is. Dan nemen we het maar zoals het is. En een geboortegolf? Geboortegolf? Ja. Nou, wij doen daar niet meer aan mee in die geboortegolf. Geboortegolf. Ja, wie weet. Misschien komt er bij ons ook nog eens. Daar zorgen onze kinderen misschien voor, maar wij niet meer. Ja, we hebben Ramadan, dus we gaan sowieso overleven het. Dus komt goed. Ja.